Ik heb nog iemand die heeft geen taart. Ik ben heel blij. Oh, dat is super. Ik ben altijd. Ja, komt hier. Heb je toch ook een taart? Hè? Ik heb er twee zonder taart. Twee? Toch? Dat is heel gek, hè? Dat is heel gek. Heb jij een taart? Ja, ik kan het voor de papa's en mama's staat daar koffie. Met een plakje cake, als papa en mama's dat even zelf willen doen. We hebben groen hoor. Nou, daar zitten we dan, jongens. Oh, is goed. De kampioenen. Dit is de kampioenskamer. Heb je al een schaal al gezien? Kijk, als je papa die hoort, die blijft ervoor staan. Kijk, en die andere papa die praat, die hoort ook helemaal niks. Amai. Kijk, je hoort daar onder de schaal als je kampioen wordt bij de grote jongens. Dat weet ik al. Ja, wist je het al? Ja. Dus als je nou later nog een paar keer kampioen wordt. En als je nou in Lisse 1 speelt, kijk, en je wordt kampioen van Nederland, dan ga je helemaal met z'n allen op de foto, zie je wel? Je hebt ook allemaal lintjes en je hebt zo'n schaal, zie je? Die zijn toen kampioen, die was helemaal blij hoor. Zie je wel? Dat is Lisse. Toen waren ze, en dan krijg je zo'n schaal. Als je dus bij de grote komt, maar jullie hebben het ook fantastisch gedaan, hè? Wie heeft er bij jullie op doel gestaan? Ik. Allemaal. Oosterberg. Oh, dus. En wie heeft er veel doelpunten gemaakt? Kan jij hard schieten? Ja. En wie is er links? Hij is gewoon. Ik ben benen. Dat is helemaal. Bescheidenheid van zijn baan. En die kan er al een beetje hoog houden, zo van plop, 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 plop. Wordt er ook geoefend op de training? Ja. En wie wordt er volgend jaar nou al één? Niemand. Wie is er een 6? En wie gaat er dan naar de F1, denk je? Wie vindt zich heel erg goed? Die zegt, nou, ik kan wel bij. En dan heel best. Ja, maar dat is wel goed. Als je kampioen bent, mag je dat best wel zeggen. Hebben jullie vandaag al applaus gehad van de papa's en de mama? Nee. Maar al die papa's en mama's, die moeten natuurlijk wel iedere keer langs de lijn staan. En je moet je kleren wassen en je moet elke keer met de auto's rijden. Hebben jullie daar al voor gespannen? Ja. Zou maar even. Ja. 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 En die topscore daar, die klopt helemaal niet. Daar klopt niet voor. Oh, stiekem onder de tafel. Nou, moet je kijken, als je kampioen wordt, dan krijg je altijd een kampioenssticker. Papa ook mijn sticker. Ben je al een keer kampioen geweest? Nee, mijn broer. Oh, waar zit die in dan? Ja, die is al twee keer kampioen geweest, jouw broer. Die heeft al twee keer dingen gehad. Nou, als je zo weer kampioen bent, ik krijg altijd een pen, die krijg je van de supportersvereniging. Heb ik hier een sticker, die moet je, die zijn vader heeft een hele dure auto. Dan moet je op een dure auto aan je papa vragen, of die op een dure auto wil plakken, en dan een keer door Rijnsburg naar rijden. Moet je dat vragen, niet zelf doen, moet je vragen. Wat wil je dat doen? Ja, als je vader dat wil, dan kan je hem altijd nog op de deur van je slaapkamer of bij je bed of zo. Mijn vader kan. Oh, moet je het vooral doen? Oké. En dan krijg je zometeen, want je moet natuurlijk ook iets, dat als je bij opa of oma komt, moet je ook kunnen laten zien dat je kampioen bent. Dus we hebben een voetballer genomen. Staat keurig op dat je kampioen bent bij de F. Ja. En die kan je dus boven bij de televisie zetten. Kan je er iedere keer naar kijken. Ja, maar als hij dan valt. Ja, als hij valt is hij stuk meestal. Dus ik zou hem niet laten vallen. Nee, ja, maar ik heb ook wel. Dat is dan de tweede beker. En als je nou een filtstift hebt thuis. Dan moet je hier met een zwarte filtstift. Moet jij jouw bal in gaan versieren. Hoe jij een mooie bal wil hebben. Dus dan kan je thuis met een zwarte filtstift, kan je hier je eigen bal in tekenen.
Ja, of je zet je naam erin, dat kan ook. Je bent een zwarte speelster. Wil iemand van de leiders nog het woord hebben? Ja? Ik wil wel wat zeggen. Kijk, ik vind dat jongens fantastisch hebben gedaan. En ik zeg altijd, samen moeten jullie doen, hè? Niet alleen. Dus overspelen. En als je dat blijft doen, dan gaat het hartstikke goed allemaal. Hè? Nee. Jawel, samen, hè? En weet je hoeveel kampioenen we vandaag hebben? Nul. Ja, nul. Kan niet. We hebben er wel zes. Zo. Je, vorige week hadden we er ook al drie. Applaus voor FC. Dus als jullie nou goed je best blijven doen, dan blijven jullie volgend jaar ook weer kampioen natuurlijk. Hè? Dan kan je weer taart eten, dan krijg je weer wat anders. Maar we doen het vandaag ook ja. Niemand van de leiders die nog wil bedanken, zeggen doen niet. Ja, ik heb een leider. Coördinator van de FC. Ik wil nog best even wat zeggen. Nou jongens, onwijs gefeliciteerd. Eerste jaar, hè. Ik heb jullie wel eens zien voetballen. Ontzettend goed. En dan ga je kampioen worden. Vind ik echt helemaal super. Volgend jaar gaan jullie denk ik ook een beetje misschien in de selectie voetballen. Dus dan wens ik jullie heel veel succes. En ik ga vast heel veel van jullie kijken. Ja? En eet smakelijk. Hey. Hey. Ik ben klaar! We zijn nog niet klaar natuurlijk. Ik heb nog twee belangrijke dingen. En dat moeten de leiders even weten. Beneden liggen de boekjes voor de loten. Maar op een of andere manier is dat niet goed ingevuld voor jullie, niet op naam. Dus als die leider straks beneden even de lijst wil halen met boekjes, dan kan je misschien bij de bloemenpost zo, of morgen hier, is een heel groot toernooi hier morgen, speelt Lisse de E ook weer. Er komen er 32 ploegen uit heel Nederland, beneden staan de grote bekers al klaar. Ja, wauw, dat is echt. En, kijk, je hebt hem al zien staan, die meneer daar, met een groot fototoestel. Kampioenen moeten natuurlijk ook op de foto, want morgen willen we al die kampioenen, de hele dag staat het grote scherm in de kantine te draaien, daar willen we eigenlijk de kampioenen iedere keer laten zien. Maar dan moet je natuurlijk eerst op een mooie foto. Dus als die vaders daar nou een beetje weggaan, dan kunnen jullie allemaal onder de grote kampioens halen. En dan maken we een fotograaf een foto. Zullen we dat nu eerst even een grote kampioensfoto maken? Neem jullie even allemaal zo'n dingetje van de kampioen mee dan. En een pen en een sticker, kom even halen. Zo. Pen en een sticker. En een ding. En die andere pen en een sticker. Ja? Ja, pak hem maar. Een pen en een sticker. Marit. En de leiders erbij natuurlijk. Even een paar te groen, jongens. Ik ga niet nog weer op de spot. Kijk, de slechte trainer.